Hoi allemaal, ik ben blij. Ik heb weer een shoplog van Balea en wederom heb ik hem niet zelf geshopt. Een hele lieve vriendin van mij heeft voor mij een hele tas. Echt, hij is loodzwaar. Een hele tas meegenomen van vakantie. Dus dankjewel Lieselot, ik ben er heel blij mee. En ik denk, die ga ik even weer aan jullie laten zien wat er allemaal in zit. Ik heb haar een lijstje doorgegeven. Dat heeft ze op vakantie voor me meegenomen. Ik weet ook niet eens meer precies wat er allemaal op het lijstje stond en hoeveel van alles. Ik ga het gewoon uit de tas pakken. Ik laat het jullie zien. En dan heb je meteen een soort van eerste indruk van wat ik van de dingen vind die ik nog niet ken. Dus kijken jullie mee? Als eerste heb ik van Balea de Body Cream Vanille en Kokos. Ik heb hier de shower gel wel al van. Die had mijn schoonzusje vorige keer meegenomen. En die geur vind ik echt super lekker. Het is een hele grote pot, 500 milliliter. Nou ja, hij is nog gesealed. Ik ken de geur, maar ik wil even de substantie bekijken. Ik ga hem toch binnenkort al gebruiken. Helemaal vol. Oh, het zit meteen op mijn lip. Ja, hij ruikt echt heerlijk. Heel zacht en ik denk dat dit echt voor zeker het najaar een hele warme geur is. En 500 milliliter. Ik had het bonnetje erbij. Kijken of ik het kan vinden wat hij kost. 1,95. Nou, echt super. Ik weet natuurlijk niet hoe de ingrediënten zijn qua voeding. Hij ziet er wel vrij dun uit in vergelijking met de body butters die ik ken van de body shop. Of van de body shop. Maar ja, ik denk dat hij gewoon heerlijk smeert. Dus die heeft ze meegenomen. Dan had ze voor mijn dochters nog van die neusstrips meegenomen van Balea. Mijn dochter heeft er net al eentje gebruikt. Ze vond hem alleen niet zo lekker ruiken. Maar ja, als hij zijn werk doet, prima. Clear up strips. Ik ga niet alle prijzen erbij zoeken. Want ik kan zo inderdaad laten zien dat het totaal van deze hele tas nog geen 50 euro was. Nou ja, dan heb je misschien een beetje een idee. Een scheergel. Coconut Kiss. Ik vind de verpakking alleen al super leuk. En kokos, ja, vind ik echt een heerlijke geur. Het is een limited edition. Dus ik weet niet hoe lang die dan in de DM beschikbaar is. Maar ja, heeft ze ook voor me meegenomen. Even zien. Dan heeft ze vier keer van Balea natuurlijk de reinigingsschuim. Die had ik voor mijn dochters aan haar gevraagd om mee te nemen. Die vinden dat heerlijk om het water lekker te gebruiken. Dus die kunnen voorlopig ook weer vooruit. Ik denk dat deze ook heel goedkoop waren. Dat ik daarom meteen dacht van neem er maar vier mee. Kunnen ze voorlopig mee vooruit. Een handzeep van de, ja, die limited edition lijn van de kermisattractie ding. Als je de Facebookpagina van de Balea al kent, dan is daar ook een plaatje van voorbij gekomen. Het is een nieuwe editie, volgens mij wel limited. Dus ik weet ook niet, want ze zei ook dat niet alles meer van deze lijn beschikbaar was. Dus ik denk dat dat gewoon op is op. Maar ik heb in ieder geval nog een handzeep kunnen krijgen. Dan heb ik ook drie keer de handzeep van de meloengeur. Die geur heb ik als douchegel. Vind ik echt, ik vind watermeloen zo ontzettend lekker ruiken. Dus toen ik zag op de site van de DM dat er ook een handzeep was, toen dacht ik, nou, laat ze er maar meteen drie meenemen. We hebben voorlopig genoeg. Dan heeft ze nog meegenomen een haarmasker. Vanille en amandelolie dan. Ik heb eigenlijk altijd het haarmasker van Loving Blends. Maar ja, het is altijd leuk om een keer iets te proberen. En het is natuurlijk lekker goedkoop, dus dat scheelt natuurlijk ook. Oh, ruikt heerlijk. Ja, je ruikt die vanille echt er heel goed doorheen. Maar wel een lekkere geur vanille. Niet zo ontzettend overheerst, het gewoon heel subtiel. Waar gaan we dan? Oh, nog een handzeep van die kermislijn. Handen wassen kunnen we voorlopig genoeg. Even kijken. Ik zie hier vier keer de douchecreme vanille kokos. Die heb ik op dit moment ook in mijn badkamer staan. Ik vind deze geur echt een van de lekkerste van Balea. Dus nou ja, voorlopig kan ik daar ook weer heel erg mee vooruit. Een volume effect föhn lotion. Nou, föhn ik mijn haar eigenlijk vrijwel nooit. Daarom zit het ook eigenlijk altijd standaard zo. En ik wil wel binnenkort eens naar de kapper en er een keer echt een model in laten knippen. Dat ik het ook wel eens los kan dragen. En dan zal ik het ook wel echt moeten gaan föhnen. En daar wilde ik deze voor gaan gebruiken. Om het een beetje meer, dat het niet zo sluik hangt. Dus ik wil even kijken of dat werkt. Om het een beetje volume te geven.
Dus die heeft ze meegenomen. Een douche schuim. Fresh and fruity met limet en pink grapefruit. Ik denk dat die een beetje lijkt op de douche gel die ik daar ook al van heb. Ik weet niet of die hier nog bij zit. Die heb ik in ieder geval op voorraad. Gewoon een hele frisse limoengeur. Gewoon echt zomers. En dan een douche mousse. Dit is een crème spoeling. Vanille amandelolie. Dus waar ik ook het haarmasker van heb. Bijpassende crème spoeling. Ik denk dat die er nog wel een keer in zit. De shampoo van dezelfde geurlijn. Ik zie namelijk heel veel gele doppen. Dus dat zal... Even kijken hoor. Shampoo. Nog twee keer shampoo en twee keer crème spoeling. Van diezelfde geur. Dan zie ik ook een aantal oranje doppen. Even kijken hoor. Dit is kers en kokos. Shampoo, tweemaal en tweemaal crème spoeling. Lekker dat ook heel. Oh, is ook echt super lekker. En volgens mij zijn deze allemaal 55 cent. Ja, 55 cent per fles. Dus nou ja, dat gaat hier zo rap er doorheen. Dus het voorraadje is nooit weg. Dan zie ik nog een meloen handzeep. Kan nooit genoeg handzeep hebben. Even kijken. Ook nog twee keer de meloen douchegel. Ik heb echt een mega voorraad douchegel nu van Balea. Twee keer nog de douchegel van die kermislijn. Die ruikt naar suikerspin. Die is lekker zoet. Maar... wel lekker zoet, als je begrijpt wat ik bedoel. Niet dat je er echt misselijk van wordt, maar wel als je te veel suikerspin eet, kan je misselijk worden. Maar deze geur ruikt echt super lekker. Dan zie ik nog een handcreme olijf. Durf niet hard te knijpen, want er zit overal. Ja, ik ruik het nu even niet zo goed. Ik denk dat het door die zoete geur van die douchegel komt, maar ik denk dat het wel een lekkere handcreme is. Dan heb ik ook nog een handcreme buttermilk en lemon. Die zal wat frisser ruiken, denk ik, dan de olijf. Dan heb ik nog twee keer douche peeling, orange en mint. Dit zal een wat... Ik heb van de Kruidvat zo'n echte potscrub. Die is heel grof, daar hou ik wel van. Maar mijn dochters vinden vaak van die hele milde scrubs wel lekker. En dat is dit, denk ik. Ook heel lekker. Oh, je ruikt die munt er echt lekker fris doorheen. Deze zal waarschijnlijk van die zaadjes hebben die een beetje scrubben. Maar ja, mijn Duits is echt bagger, dus... Ik weet niet precies wat er staat, maar hij ruikt in ieder geval erg lekker. Dan zie ik nog twee keer... Oh ja, dat is die ene douchegel die ik bedoel. Limited edition. Deze ruikt exact naar de Virgin Mojito van de Body Shop van vorig jaar. De limited edition. Heel fris, echt voor de zomer. Dus aankomende week als het weer bloedje heet wordt, is dit echt een hele lekkere douchegel. En dan zie ik nog twee... Een shampoo en een conditioner weer van de vanille en amandelolie. Oh, er ligt hier een berg op het bed. Echt niet normaal. En dan een hele berg maskers. Echt ontzettend veel. Daar had ik al een aantal van mijn schoonzusje gekregen. Ik heb er ook al een aantal gebruikt. En ik vind ze eigenlijk heerlijk. Gewoon, ze doen gewoon lekker. Een voedend gevoel geeft het. Even kijken. Dit is Cutine Energy Mask. Deze. Allemaal per twee verpakt. Melk en honing masker. Lavendel masker. Nog een keer die cutine. Nog een keer de cutine. Nog een keer de cutine. Himberen vanille masker. Nog een keertje die himberen. Nog een keertje melk en honing. Nog een keer himberen. En dit is nog twee keer lavendel en twee keer... Oh nee, één keer cutine, één keer melk en honing. Dus echt een... hele stapel maskers. En die gebruiken mijn dochters ook. We hebben zo'n meidenmaskeravondje. Dus die, ja, die zijn er ook hartstikke blij mee. Omdat het zo ontzettend veel is, ga ik op mijn blog deze week nog een Balea weggeefactie geven. Dus kijk even wanneer je dit filmpje een keertje kijkt en je ziet dat de datum al voorbij is. Dan helaas is het al verlopen. Maar deze week ga ik een Balea pakket samenstellen. En die ga ik op mijn blog weggeven. Dus ik zal hieronder een linkje naar mijn blog plaatsen. Houd het in de gaten. Ik weet nog niet precies welke dag ik het doe. Ik denk dinsdag, dus morgen. Maar houd het in de gaten. En wie weet kan je dan ook wat van Balea testen als je het nog niet kent. En ja, het wordt een leuk pakket. Dus houd het in de gaten. Ik hoop dat je het een leuke shoplog vond. Vind je mijn filmpjes leuk? Abonneer je gratis hieronder. Gewoon aanklikken, abonneren. En je krijgt standaard een melding als ik een nieuw filmpje heb geüpload.
En een duimpje omhoog vind ik ook altijd leuk. En reacties ook leuk. Reageer ik, probeer ik eigenlijk altijd wel te reageren. En dan wens ik jullie nog een hele fijne dag. Doeg!